Deze koffie is voor Henk, alsjeblieft. Welkom bij Café Tinto. We gaan het vanmorgen hebben over de stilte en dat aan de hand van dit stiltedagboek. Verder het bijzondere verhaal van Henk. Hij zat in een café en wilde naar een volgende feestelijke tent. Het werd een kerk. En we hebben het over de Wereldgezondheidsdag. Welkom bij Café Tinto, aflevering 478. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto op deze maandagmorgen. En we hebben weer een hele verse nieuwe week voor ons. Vanmorgen gaan we het hebben over de Wereldgezondheidsdag. En dat doen we met Esme Wiegman, sinds kort directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging. En ook met Marga den Hartog van ProLife Zorgverzekeringen. Het is Wereldgezondheidsdag. Esme, doen jullie daar nog iets bijzonders mee? Nee, eigenlijk niet. Het is echt een Wereldgezondheidsdag en dat de Wereldgezondheidsorganisatie de aandacht wil vestigen op ziektes als AIDS en malaria. Ja, ziektes die bij ons in Nederland wat verder van ons afstaan en waar ook met name waar het gaat om bijvoorbeeld AIDS, ja, veel zorg en aandacht voor nodig is. Maar ja, eigenlijk de onderwerpen waar we als Nederlandse Patiëntenvereniging mee bezig zijn, dat is meer geconcentreerd ook op de medische ethiek. Ja, en ook de individuele vragen van mensen over de gezondheidszorg in Nederland die bij onze organisatie binnenkomen. Ja, de Nederlandse Patiëntenvereniging vindt veel steun bij ProLife. Jullie zijn, zeg maar, jullie zitten gezusterlijk naast elkaar, maar ook als organisaties trekken jullie samen op, Marga. Ja, je ziet dat de achterliggende gedachte ook eigenlijk een beetje identiek is. Hè? De beschermwaardigheid van het leven, die staat bij ons hoog in het vaandel. En die staat bij de, hoe heet dat, bij de NPV ook hoog in het vaandel. En allebei probeer je vanuit de normen en waarden van de Bijbel je normen en waarden vast te stellen, zeg maar, uit de richtlijnen van de Bijbel. En dat is bij jullie, is dat identiek zo? Ja. Dus ja, natuurlijk, hier zit de zorgverzekeraar en wij zijn de patiëntenorganisatie. Ja. Maar we vinden het voor een patiënt heel erg belangrijk dat hij een goede zorgverzekeraar heeft. En ik denk dat een zorgverzekeraar er belang bij heeft dat er een goede patiëntenorganisatie is die kritisch is. En opkomt ook voor de belangen van de patiënten en van de verzekerden. Ja, een soort vinger aan de pols als het gaat om de medisch-ethische zaken. Ja, ja, dat is de NPV. Nou, straks praten we met jullie daar verder over door. Mirjam. Ja. Mirjam van der Vecht schreef een stiltedagboek. Hoe kom je erbij om een stiltedagboek te schrijven? Ja, vraag het mij. Ik moet heel eerlijk zeggen, mijn uitgever heeft mij in eerste instantie gevraagd of ik een dagboek wilde schrijven. Naar aanleiding ook van Koester je hart, het eerste stilteboekje wat ik heb geschreven. En zelf heb ik best wel een beetje aversie tegen dagboeken. Dat is misschien heel vreemd dat daar nu ligt. Misschien juist daarom dat ze jou hebben gevraagd. Nou ja, nou, kijk, meestal met een dagboek, dat sla je open en er staat dan een stukje in van de schrijver en dat lees je dan en dat doen mensen dan weer dicht. En dan gaat de Bijbel niet open. Dus dat is de reden waarom ik zelf eigenlijk haast nooit een dagboek gebruik. En toen heb ik nagedacht van oké, als ik dan een dagboek zou schrijven, wat voor soort dagboek zou ik dan schrijven? En ik ben heel geraakt door de methodes uit de kloostertraditie, de Lectio Divina. Ik heb besloten om te gaan proberen, als ik dan een dagboek ga schrijven, laat ik het dan zo gaan schrijven dat de mensen eigenlijk wel min of meer gedwongen worden om de Bijbel erbij te pakken. Want dat is mijn verlangen, dat mensen de Bijbel meer gaan lezen en gaan ontdekken wat voor levend woord dat eigenlijk is. Want dit is niet een even dagboekje, hè? Nee. Nou, je kunt het ook in 5 minuten doen. Ik bedoel, het is je wordt elke dag stap voor stap meegenomen door een heel proces waarin je het Bijbelgedeelte gaat lezen tot je gaat laten doordringen. Er staat een stukje van mijn gedeelde gedachten, maar die kun je echt overslaan. En er staat elke keer een gebed, een gebed om licht aan het begin en een eindgebed aan het einde. Dus als je maar 5 minuten hebt, kun je het ook gebruiken. Maar je kunt het ook je kunt het in die zin eruit pikken wat je zelf die dag wil. Maar ik hoop heel erg dat mensen wel dan echt het Bijbelgedeelte lezen. Ja, want stilte, dat vraagt wel even tijd voor mijn gevoel. Want, echt stil worden van binnen vraagt even tijd. Ja, precies. Het is een heel pakket geworden. Nou, we praten straks verder over de cd en het notitieboek, wat er allemaal bij hoort. Ja. En ook hier te gast Henk Reitsma. Henk, ik vind het een bijzonder verhaal. Je zit in het café en je belt op, je was er klaar mee. Je wilde naar een volgend adres. De chauffeur zet je af bij de kerk. Had hij je niet goed begrepen?
Nou ja, ik kwam. De taxichauffeur kwam eraan en die zei: waar wil je heen? Ik zei: een betere tent dan dat ik nou ben geweest. En. Nou, na 10 minuten rijden, toen zegt hij van. Dat gebouwtje, daar moet je. Daar kun je nog meer drinken, zei hij. Dus. En dan ben ik binnengelopen en toen deed die portier in mijn ogen de deur los. Ja. En die deed hem achter me dicht. En toen deed hij een volgende deur open. En toen zag ik plotseling een hele zaal vol met mensen zitten. Toen denk ik, wat me nou overkomt. En die man die hield zijn mond en die zei, welkom broeder. Gaat u gauw zitten, dan gaan we verder. Nou, en toen zat ik in een evangeliegemeente. En binnen een half uur was ik nuchter. En nooit meer weggegaan? Nee. Dat is vast nee, Jezus heb ik nooit weer kwijt geweest. Nee. Wel eens ondeugend geweest. Ja, maar goed. Wie is dat niet, hè? Nee. Ja. Straks het hele verhaal van Henk. Alles weer hartelijk welkom bij deze aflevering van Café Tinto. Nieuws kan aan ons voorbij gaan, maar er is ook nieuws dat je raakt en op de een of andere manier ook kan bezighouden. En we hebben de vraag aan onze gasten voorgelegd. Welk nieuws raakt jou? Dus ik ben heel benieuwd. Mag ik bij jou beginnen, Mirjam? Welk nieuws raakt jou van dit moment? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat er steeds minder nieuws van het moment mij raakt. Maar wel nieuws als rapporten die er verschijnen, zoals... een paar maanden geleden is een rapport verschenen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat mensen steeds meer tijd hebben, maar zich steeds opgejaagder voelen. Dat klinkt tegenstrijdig. Ja, we hebben steeds meer vrije tijd als Nederlanders, maar we voelen ons steeds opgejaagder. En er is eigenlijk in het rapport niet echt een verklaring voor gegeven. Maar ik vind dat dan heel interessant. Oké, waar ligt dat dan aan? Hoe komt dat dan? En... Laten ons opjagen. Maar door wat? Door wat? Ja. Nou ja, de media. Ik zag een tijd geleden oude beelden van een actualiteitenrubriek waar ik ooit zelf aan mee had gewerkt. En ik dacht, oh, wat gaat dit langzaam? Ja, de beeldwissels die wij op tv te verwerken hebben en de prikkels die je krijgt. Volgens mij worden we ook zeg maar, in een soort vaart geduwd. En denken dat ons hele leven die rush moet hebben. Ja. Zou dat het misschien mede kunnen zijn? Ja, de enorme keuzevrijheid ook. Ja. We hebben een enorme keuzevrijheid gekregen, waardoor we ook worden opgejaagd. Je kunt uit heel veel verschillende dingen kiezen en dat moet je ook allemaal nog snel kiezen. En Keuzestress, ja. Ja. Esme, een idee? Heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging hier visie op? Ja, maar eigenlijk is het wel waar je bijvoorbeeld zo'n tendens van meer tijd hebben en een bepaalde snelheid, worden wij bij de Nederlandse Patiëntenvereniging juist heel sterk geconfronteerd met mensen in eenzaamheid. En bijvoorbeeld afgelopen zaterdag een krantenkop van het Nederlands Dagblad, waar ook de positie van de partner van een dementerende aandacht voor wordt gevraagd. Gewoon de eenzaamheid daar. Ja, het sociale isolement ook, waardoor je gewoon door je gezondheidssituatie ook in terecht kan komen. En dat gebeurt achter voordeuren, waar heel veel mensen ook geen weet van hebben. Ja, en als je dan denk ik altijd, van aan de ene kant meer tijd en aan de andere kant die plek waar die tijd eigenlijk ook heel goed doorgebracht zou kunnen worden door even wat verlichting te geven. Ja, hoe kun je daar een match tussen maken? Dat vind ik een hele bijzondere uitdaging waar we ook als NPV met al onze vrijwilligers ook graag in willen springen. Was dat dan ook jouw nieuwsbericht? Het was eigenlijk ook wel mijn nieuwsbericht. Ja, eigenlijk ook want dat sluit eigenlijk wel aan qua tijd. Ja. De stress die Mirjam benoemt. Ja. En de eenzaamheid. En de eenzaamheid van de ander. Ja. En de leegte en het sociale isolement. Ja, waar juist die mens die tijd over heeft eigenlijk heel goed tijd zou kunnen doorbrengen. Ja, ja. Stil bij de ander. Ja, ja. Ja, precies. Ja, want we vergeten zo vaak, als de ene partner dementerend is, hoe gaat het met die ander? Ja. Ja. Daar kan er veel eenzaamheid ontstaan en veel zorgen. Ja, zeker. En, en dan nog eens ander nieuwsberichten ook, waar het gaat om alle veranderingen in de zorg. Ja. Al het gedoe rondom de verzorgingshuizen. Ja, dan gaat het toch nog wel heel erg ook om de stenen. Maar uiteindelijk gaat het om het verhaal van de mensen. Ja, en langer thuis wonen, dat is mooi. Maar waar het bijvoorbeeld gaat om dementie en de rol van de partner, die inderdaad nog heel veel kan doen.
ja, dat vraagt wel om ondersteuning. Ja. Die kan er niet alleen voor staan. Ja, en de gedachte van wat gaat de toekomst brengen? Is er straks nog een vangnet? En ik kan me voorstellen dat veel ouderen zich zorgen maken. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar nogmaals, dan vind ik het heel erg jammer als het nu vooral gaat om het fenomeen verzorgingshuizen en de stenen en al dat soort dingen. En alsof daar het geld in de stenen zou moeten gaan zitten. Terwijl als je mij vraagt waar denk je aan vangnet, dan denk ik aan mensen, aan netwerken. Mm. Dat een mens nooit alleen staat. Ja. En, dat zit niet zozeer in de professionele zorg en de beschikbaarheid van allerlei professionele zorgplekken. Mm-hmm. Maar vooral ook nabijheid in de thuissituatie. Ja, heel belangrijk. Ja. Ja. En Henk, wat is jouw nieuws? Wat je raakt? Nou, je had het ook al over de eenzaamheid. Maar ik heb laatst, zat ik in een dienst. En plotseling riep er een man die naast mij in de bank zat. Van, ik snap er geen donder van. En toen liep hij weg. En ik kon het niet laten. En dat gaat dus over de eenzaamheid ook. Hè? En ik kon het niet laten. Ik ben al achter hem aangegaan. En ik kon hem bij het toiletgebouw nog net te pakken krijgen. En toen zei ik, wat heb je dan toch? En in elk geval, hij noemde van alles op. En hij snapte er helemaal geen bal mee van. En zijn dochter was tot bekering gekomen. En hij zegt, daar zit ik mee. We snappen er geen een van beiden wat van. Mijn vrouw niet en ik niet. Nou, heb ik met hem gebeden bij het toilet. En toen ging hij weer met mij naar binnen. En toen kwam hij na de dienst bij me om te vragen of ik ook met zijn vrouw wilde bidden. Ja. En toen zei die vrouw van, ja, mijn dochter is tot bekering gekomen. En die praat nergens anders over als over Jezus. Ik zei, dan doet ze het heel goed. En dat is het. Ja, dat is mooi, zeg. Ja, dat is over die eenzaamheid, wat je zegt. Ja. Dat er nog een hele hoop mensen eigenlijk eenzaam zijn. Terwijl ze elkaar dan nog hebben. Ja. Ja, je kunt wel samenleven en toch dan tegelijkertijd eenzaam zijn. Ja. 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 Was dat jouw nieuws? Ja. Oké. Tot zover wel. Ja, mooi. Ja, er is nog veel meer nieuws. Marga. Ja, ik had eigenlijk heel ander nieuws. Zaterdag begon het al. Dat vliegtuig, dat Maleisische vliegtuig, die Boeing 737, die is nu al een maand vermist. En nog steeds kunnen ze het niet vinden. En ik moest echt zaterdag en ook vanmorgen, want het was vanmorgen ook weer een hot item, zeg maar, aan die mensen, aan die familieleden denken. Dat ik denk, je zit zo lang in onzekerheid. Er is nog nooit wat gevonden. Ze weten niet waar dat ding blijft. En nu gaan ze vandaag weer zoeken met specifieke schepen die tonen. Want zaterdag heeft dus een Indonesisch schip die tonen op. En dan denk ik weer, dus constant dat leven. Hè, er zaten 239 mensen aan boord. Dat leven tussen hopen en wanhopen. Vreselijk lijkt me dat. Ja. Vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ik hoop echt dat ze iets kunnen vinden. Ja, ik vraag me af of je nog kunt hopen dat... Ja. Dat ze gevonden worden, maar of ze levend gevonden worden. Ik weet het niet. Ja, volgens mij zo lang. Een wrak ronddobbert ergens, denk je dan misschien. Ja. Jawel, maar zolang je niks weet, blijf je toch altijd in je achterhoofd. Ja, precies. Blijf je zolang het nooit hopen. Definitief is. He, en alle berichten die je dan ook leest met zo'n... dat ze zeggen van ja, het is bewust allemaal uitgezet voordat... He, ook tijdens Good Night dat ze dat zeiden. Dat ik denk van ja... Stel dat, hè, dat het toch gekaapt is, dat het ergens is of op zo. Op een eilandje staat. Ik kan me heel goed voorstellen, familieleden, zodra je niet een lichaam hebt gevonden, blijf je gewoon hopen. Ja. Vreselijk. Ja, want er zijn allerlei theorieën over. Ja. Ik heb onlangs gekeken, geloof ik, dat er 23 theorieën zijn. Wat allemaal gebeurd zou kunnen zijn. Ja. En waar het vliegtuig ergens bedekt met bladeren zou staan. Ja. 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 Ik vind het ook wel heel fascinerend eigenlijk, omdat we in een tijd leven waarin niemand eigenlijk kwijt zou kunnen raken. Want alles valt op te sporen en er zijn radars. Hoe kan het? Ja. Ja. Dat was ook een vraag van mijn kinderen. Van ja, hoe kan nou een vliegtuig van een radar verdwijnen? Hebben toch satellieten en zo? Dan zou je alles zou vindbaar moeten zijn. Ja. Ja. Maar dat je altijd nog dit soort situaties kunt hebben. Ja. Nou, die apparatuur was uitgedraaid, hè? Ja. Dus de vraag of het uitgedraaid is. Ja. Maar het is wel duidelijk dat je dus ook eigenlijk het allemaal niet in de hand hebt. Nee. Dat maakt het ook weer zo duidelijk. Ja, precies. Dat al onze controle maar een soort schijn is. Ja.
Als er nieuws is dat u raakt, waar u blij, verdrietig of misschien boos van wordt en u wilt het met ons delen, stuur dan een mail naar cafetinto@family7.nl. Het is een heel pakket geworden van Mirjam van der Vechten en zo hier en daar heeft ze hulp gekregen. Ronald Koops speelde bijvoorbeeld mee op de cd, muziek en stilte worden. Het is geen stille cd, hè? Er staan wel stille momenten op, maar het is niet inderdaad... In Engeland hebben ze ooit een cd uitgegeven waar helemaal niks op stond. Die was binnen de kortste keren uitverkocht. Bijzonder, dus misschien hè? Moeten we dat dan ook nog een keer proberen. 50, maar, nee, dat 50 is niet minuten stilte. Ja, nou ongeveer, ja, dat was het. Ja. Maar hier staat inderdaad wel wat op. Ja. Een stilteagenda. Dan kunt u een heel stil jaar inplannen. Het jaar 2014, dus je kunt ook dit jaar gewoon nog instappen. Ja, dat komt ook even voor 2015. Dus oké. Dus je kunt er misschien wel een leven mee doorgaan. 40 stilte tips. Jouw persoonlijke stilte momenten en het stilte dagboek. Mirjam, het begon met een simpele vraag. Ja. Of je een dagboek zou willen maken. En kijk eens wat ligt hier voor een pakket. Nou, eigenlijk begon het met Koester je hart. Met dat dunne boekje. Ja. Die tweede. Dat is het eerste boekje wat ik heb geschreven naar aanleiding van de stilte. Ja. En van daaruit is er van alles ontstaan. Wat ik zelf ook niet had vermoed of verwacht. Was stilte voor jou een item? Ja, ik vond het vooral helemaal niks. Stilte. Ja, dus het is ook heel grappig. Ja, als we het hierover hebben. Ik vind het altijd nog een beetje... hilarisch eigenlijk, dat ik hier over stilte zit te vertellen. Want hoezo is jouw leven vol drukte en nou, ja, ik ben niet echt een stil persoon. En ik ben altijd heel actief geweest. Uh-huh. Zo actief dat ik op een gegeven moment ook in een burn-out terecht gekomen ben. Die 2 jaar heeft geduurd. En als iemand aan mij vroeg stilte, ja. Nou ja, stilzitten dat is niks. Je moet in beweging blijven. En ik geloof ook nog steeds in beweging. Dat is niet zo dat ik dat nu afgezworen heb of zo. Maar ik heb heel erg het belang van stilte ontdekt in een periode dat ik dus zelf in een burn-out zat. En in een aantal moeilijke periodes in mijn leven. En toen ben ik heel erg geraakt door de kloostertraditie. En wat eigenlijk ook de oude woestijnvaders ons leren over stilte. En ook heel erg geïntrigeerd geraakt van oké, stilte is een soort hype bijna. Mindfulness... En wat is dat dan? En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? En vandaar dat ik in dat stilte dagboek ook de hele Bijbel doorgegaan ben op het gebied van rust en stilte. Van wat zegt God nu eigenlijk over die aspecten in het leven? En ik ben echt heel erg verrast geraakt door de Bijbel opnieuw. Maar ook door God. Want het is niet iets van deze tijd. Het is iets wat al eeuwen oud is. Onze zoektocht naar rust. Wat is de grootste verrassing voor jou? Nou, de grootste verrassing voor mij is eigenlijk het Oude Testament geweest. Ik moet heel eerlijk zeggen, het Nieuwe Testament zit ook in dit stilte dagboek natuurlijk. Maar ik had gerust een heel dagboek kunnen schrijven over het Oude Testament. Want alle wetten die God geeft in het Oude Testament zijn eigenlijk wetten om ons weer tot stilstand te brengen. Of in die tijd om het volk weer tot stilstand te brengen en te laten zien wie God is. En in plaats van dat het wetten zijn die... die heel beperkend kunnen lijken of streng. Zie je heel veel van Gods liefde in die wetten. Ben ik echt eigenlijk in het Oude Testament, waar God zoveel wetten geeft, heel erg de liefdevolle God tegengekomen. En dat maakt dat ik het Oude Testament weer met heel veel plezier ben gaan lezen. Ja. Die periode dat je zelf een burn-out had, dan kan stilte enorm confronterend zijn. Ja. Want wat heeft die stilte toen met jou gedaan? Nou, wat ik wel heb geleerd, stilte is... heel vaak is de mindfulness stilte wordt voorgesteld als in het hier en nu. En het is heel mooi en dat kan heel mooi zijn. Maar de stilte bestaat uit 3 tredes. En die 3 tredes beschrijf ik ook vrijwel in ieder boek wat ik schrijf. De eerste trede is herademen. Dan is de stilte nog prettig. En de tweede trede is struikelen. En dan struikel je over alles wat er in jezelf omhoog komt. En al je rotzooi. En uiteindelijk... kun je dan via de weg van de overgave ook bij bemind zijn. De stilte waarin je helemaal bemind voelt komen. En dat is genade. Nou, daar kan jij ook over mee praten, over de genade. Maar de struikeling, in mijn eigen leven is de struikeling, dat is heel vaak een heel groot deel. Mm-hmm. Ik ben iemand die altijd wel loopt te worstelen met thema's en zo. En stilte is dus voor mij niet alleen alles mooi, alles glad geveegd, zeg maar...
Maar stilte is ook aanvaarding van de chaos. Aanvaarding van je eigen onvermogen. Ja, want er zijn heel veel meditatietechnieken dat je stil moet worden en zo. Maar jij zegt, ik ga verder. Want je kunt wel stil worden en dan alles loslaten enzovoort. Maar je gaat richting God. Ja, voor mij, de stilte is een middel, niet een doel op zich. De stilte is een middel om uit te komen bij de bronnen van je hart. En dan kun je ook de bron Jezus ontdekken. En het mooie is dat ik mijn stilte trainingen ook doe met mensen die helemaal niet geloven. Maar dan daag ik mensen uit om Jezus als gids mee te laten gaan. En dan ontdek je heel veel over de bron die er is. Maar ook voor mensen die helemaal niet geloven, kan stilte ook heel veel betekenen. Wat gebeurt er dan als je mensen uitnodigt, ook om, geloven ze niet, te zeggen van nou laat Jezus met je mee gaan? Er gebeuren echt wonderlijke dingen. Ja? Ja, echt. En ik ben ook, heel veel mensen zijn bang voor de hele spirituele markt, voor dat mindfulness. Maar ik zie het als een kans want ook Jezus laat zich daar zien. En hij is niet gebonden aan bepaalde muren of regeltjes of wetten. Jezus laat zich echt op elke plek, laat hij zich zien. En als je dan met mensen de stilte ingaat, nou, je kunt het bijvoorbeeld zien aan hele mooie programma's die er zijn gemaakt. The Big Silence is een Engelse documentaire serie. En dan wordt bijvoorbeeld een zakenman gevolgd, John. Die wil niks van het geloof weten, maar toch wordt hij uitgenodigd om samen met Jezus op weg te gaan. En dan op een of andere manier weet Jezus hem diep te raken. Al gelooft hij niet in Jezus. Maar als je hem uitnodigt, gewoon al zeg je tegen Jezus, nou ik geloof niet in u, maar gaat u maar een eindje met mij op weg. Op een of andere manier raakt hij dan mensen. En dat zie ik ook, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik zie dat ook in mijn trainingen. Mensen gaan de stilte in en willen eerst niet met Jezus de stilte ingaan. Maar uiteindelijk ervaren ze zo'n diepe vrede. Er was bijvoorbeeld een vrouw die zei, ja, ik ervaarde zo'n diepe vrede in de stilte. En toen moest ik wel vragen, wie bent u? Ja. Wie bent u? Wie bent u? Dus de stilte was een persoon? Dat werd een persoon, ja. En toen kreeg ze ook echt een antwoord in de stilte van ik ben God. Hey, en jij bent een dienaar. Ja, dat is heel, dat heb ik, dat verzin ik dan niet. Dat vind ik dan zo bijzonder. Ja. En wie is dan God? Wie is God? Kijk, en dat is dan de vraag waar je met elkaar over in gesprek kan gaan. Wie is God? Maar dat hij er is, dat is zeker. Maar het is ook wel spannend. Ja. Die stilte. Het is spannend, ja. Het is een avontuur. Ik noem het ook altijd een avontuurlijke reis. Een avontuurlijke reis. En heel veel mensen denken dat stilte heel saai is of dat het statisch is. Maar het is echt allerminst statisch. Ja. Er gebeuren allerlei dingen in die reis. En je ontdekt heel veel over jezelf, over je eigen hart. Dus het is echt een avontuur. En ontdek je in die stilte ook heel veel over God? Ja, je ontdekt ook veel over God. Maar ik ervaar zelf in de stilte ook dat God hoe hij naar jou kijkt. Je ontdekt ook heel veel over hoe God naar jou kijkt. En het gaat dus minder over jezelf, maar uiteindelijk meer over God. Ja, dus op een gegeven moment kantelt het. Het kantelt het, ja. Ja. Maar daar heb je wel tijd voor nodig. Het is die snelle stilte, ja. Dat noem ik de dus het is geen, heb je 5 minuten stilte? Nou, ik zeg altijd, met dit dagboek kun je ook prima 5 minuten. Maar je ontneemt jezelf wat als je maar 5 minuten. Want en als je uiteindelijk echt in de stilte bent, dan wil je veel langer dan 5 minuten. Ja. Dan komt er een verlangen. Ja. En de monniken zeggen, degene die het druk heeft, moet langer stil zijn. En als je een Bijbelgedeelte niet begrijpt, moet je daar gewoon langer mee op weg gaan. Het gevoel zegt, als ik geen tijd heb, dan moet ik niet langer stil zijn. Want dan ga ik achterlopen. Ja, dat is dus de struikeling. En ga daar maar eens doorheen. Ik vond het heel leuk, ik had een keer een stilteavond, en toen kwam er een iemand naar me toe en die zei, ik ben boer en ik denk als ik eenmaal mijn leven helemaal op orde heb en alle chaos in mijn hoofd die is weg, en nou dan begin ik aan zo'n boek. Of dan begin ik Bijbel te lezen. Je moet het eerst allemaal organiseren en dan kun je pas... Eerst alles organiseren, eerst alles op orde en dan kun je Bijbel lezen. Ja. Maar zover als je daar niet... nou eens mee begint. Het is eigenlijk, heel vaak zien wij stilte als een eindpunt. Ik vond het heel mooi, ik las laatst in de Elsevier, was ook een soort ABC. En je moest in beweging blijven, werd er dan aan het begin gezet. En aan het einde had je dan de Z van het zen-momentje. Nou ja, even stil zijn is ook af en toe goed voor een mens, stond daar. En ik vond het ook zo frappant dat het dan echt aan het einde stond. Zo van stilte als sluitstuk. Als we alles helemaal op orde hebben, ons to-do-lijstjes af, dan kunnen we ook nog even stil zijn.
En van de monniken leer ik heel erg dat stilte het beginmoment is waarmee je start. Daar start je mee. En van daaruit, als je met God op weg gaat, dan doe je alles anders. Het begint met stille tijd. Er is een cd bij. We gaan even naar een fragment van die cd luisteren. Prima. Stilstaan bij Gods woord. Lees en overpeins, Hooglied 2, vers 13b tot 17. We zullen de tekst langzaam lezen, als tegengif voor de gehaastheid en gejaagdheid in het leven. Door langzaam te lezen kunnen de wijsheden uit deze passage tot je doordringen. Welk woord of gedeelte springt er voor jou uit? Roept het verhaal jou tot iets op? Sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. Mijn duif in de rotskloof. Verscholen in de... Ja, dat is Hooglied, hè? Ja, dat is Hooglied. Ja. Dit is ook een Bijbel lezen, hè? Stil zijn, welk woord springt eruit? Lectio Divina. Dat is iets wat langzamerhand... Dominee Jos Douma heeft het, denk ik, in Nederland al geïntroduceerd. Klopt, ja. Of het was er al, maar opnieuw onder de aandacht gebracht. Ja. Dat is ook wat er op deze cd staat, hè? Op de cd staan een aantal van deze meditaties waarvan je nu een stukje hoort. Maar ook gewoon luisterliederen en muziek. En eigenlijk word je op de cd meegenomen door... er staan drie meditaties op. Dan word je meegenomen in de overpeinzing van een Bijbelgedeelte. En dat is, het hoort bij het dagboek. In het dagboek staan er 365 keer een stuk. Ja. En je wordt dus meegenomen de stilte in met een Bijbelgedeelte. Mooi. Het is een heel pakket. En dan krijg je het gevoel, wat moet ik druk worden met stilte? Ja, maar, je hoeft het niet allemaal aan te schaffen, nee. Nee, dat hoeft te doen. Ik heb al wat gezegd over dat koester je hart. Eigenlijk zou er een sticker op me staan, dit is niet de volgende to-do list. Nee, want dat zou weer een valkuil kunnen worden. Ja. Stilte dagboek, 365 Bijbelmeditaties. Heb je er een jaar voor genomen om te schrijven? Ja. Elke dag eentje? Ja, nou ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de weekenden, dus het was een heel intensief jaar, maar ik mis het echt. Ja? Ja, ik mis het. Ik mis het echt, ja. Ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Gebruik je het nu zelf? Ja, ik gebruik het zelf. Ik lees alleen niet mijn eigen stukjes, want het is verschrikkelijk om je eigen stukjes terug te lezen. Maar het is heel bijzonder, want ik gebruik het dus zelf. En als ik het nu weer lees, dan zou ik dus zo weer een dagboek kunnen schrijven, want er komen allemaal weer nieuwe dingen uit de tekst naar voren. Dat vind ik zo bijzonder. Dus wellicht over een jaar of wat... Deel 2. Misschien, ja. Ja. Als de uitgever Boekencentrum zegt, doe er maar weer één. Ja, dat. Ik vraag altijd eerst aan God wat hij wil wat ik schrijf. Oké, okay. Dat is niet... Dus dat zeg ik niet van tevoren. Niet de uitgever die het regelt. Nee, die beslist dat niet, nee. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Stilte dagboek en daar hoort van alles en nog wat bij. Uitgegeven door Boekencentrum en het is van de hand van Mirjam van der Vecht. Mirjam, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Mijn gebedspunt voor de kijkers. En bedoel je dan dat ik wat ik de kijkers toebid? Ja. Nou, waar zij voor kunnen gaan bidden. Waar zij voor kunnen gaan bidden. Ja. Nou, dan zou ik eigenlijk de kijkers willen aanmoedigen om vandaag niet in woorden te bidden, maar in stilte. Gewoon te zijn bij God. En, maar gewoon eens echt stil te zijn. Ja. Ik noem eigenlijk geen punt. Gewoon de stilte. Wees maar eens stil voor God. Ja. Ja. En hoe lang, dat mag ieder zelf Mijn ervaring ontdekken. Is, als je eenmaal stil bent en heerlijk kan zitten bij God, monniken noemen dat contemplatio, dan wil je het liefst de hele dag stil blijven zitten bij Hem. Ja, dus dat, dat mag een minuut, een half uur, zoveel tijd dus er is. En als je dan, nou, misschien is het wel mooi, want voor sommige mensen is dat heel moeilijk. Ja, dan ga ik stilzitten en dan zit ik hier maar een beetje. En het heeft heel veel te maken met, durf jij gewoon stil te zijn met Hem, omdat je weet dat het al goed genoeg is. En een gebed wat mij heel erg heeft geholpen, is een gebed wat Ronald ook op de stilteavonden noemt. Hij vertelt daar iets over de getuigenis. En dat is een vraag aan God. Vader God, laat me zien vandaag hoeveel U van mij houdt. En dat lijkt in eerste instantie een heel raar gebed. Zo van, hè, mag ik dat vragen? Maar eigenlijk vraag je gewoon... Ja, als een kind van mag ik even bij u zijn, mag ik een knuffel misschien. Ja. Dus vraag dan dat. Dan toch een beetje een vraag erbij. Ja.
daar kunt u mee aan de slag. De gebedspunten die in de loop van deze uitzending genoemd worden, ik verzamel ze voor u. En dan tegen 11 zet ik ze nog even op een rij. We gaan er even uit voor de reclame en daarna ga ik in gesprek met Esmee Wiegman, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging, en met Marga den Hartog van ProLife Zorgverzekeringen. En dan gaan we het hebben over de beschermwaardigheid van het leven, medisch-ethische zaken. Als u wilt reageren, stuur een mail naar cafetintel@femalisheaven.nl. Graag tot zo, na de reclame.